Mijn stekken in Flevoland staan nog steeds vol met waterplanten. Dus probeer ik het vanmiddag nog maar een keer op de lek. De vorige keer was het hard werken voor één snoekbaars. Hopelijk gaat het deze keer beter. Nou, ik heb een fan. En ze komt deze kant op. Er zijn nog veel meer van diezelfde fanclub. Vissen is voor mij vrijheid en pionieren, maar vooral een natuurbeleving. Gelukkig maar, want anders was dat een verloren dag geweest. Ik heb vanmiddag 11 kribben afgevist bij 25 graden Celsius en ik ben back af. Geen enkele aanbeet gehad, helemaal niks. Ik ga even een uurtje bijkomen en dan probeer ik het nog even in de schemer. Kijken of ik mijn dag nog goed kan maken. Voor zover dat nodig is natuurlijk, hè. Dat was super buiten. Nou, tot straks. Nog steeds niks. En nog één krib te gaan op de terugweg. Mijn vertrouwen is gezakt tot beneden het nulpunt. Mijn gevoel voor rechtvaardigheid heeft vandaag een behoorlijke deuk opgelopen. Ik stop ermee. Ik moet nog 70 kilometer sturen voordat ik een borrel krijg. En daarna val ik waarschijnlijk als een blok in slaap. Tot de volgende keer. Ik ben weer terug op de lek. En het is vandaag heel ander weer. Er staat een mooie bries uit het westen. Het heeft ook geregend de afgelopen dagen. Dus ik hoop dat die vandaag stroomt. In tegenstelling tot de vorige twee keren toen ik hier was. We zullen het zien. Laat ik hier maar beginnen. En als ik niks vang, kan ik altijd nog genieten van de verscheidenheid aan planten hier. Dat is werkelijk verrassend. Een leuk snoekbaasje. Nou, ik hoop dat het nog wat wordt vandaag. Het is behoorlijk taai hoor. De eerste drie was helemaal niks. Maar ik ben al niet zo lang bezig. Een uurtje misschien. Hij gaat terug